De regering gaat voedselpakketten verstrekken aan kansarmen in de gemeenschap. Vicepresident Ronnie Brunswijk zei vandaag tijdens de begrotingsbehandeling dat de regering hard werkt aan armoedebestrijding. Zo probeert ze te voorkomen dat de groep mensen die in armoede leeft groter wordt. De vicepresident erkent dat een beter onderwijsbeleid en werkgelegenheid deze groep kan helpen. Echter kennen deze ontwikkelingen een langdurig proces. Voedselpakketten dienen daarom als hulpmiddel voor de mensen in nood. Brunswijk verzekert dat binnen het project Voedselpakketten er geen sprake is van corruptie. Wij hebben, om de mensen zo snel mogelijk te kunnen helpen, in de RVM-vergadering besloten om 80 miljoen goed te keuren. Voorzitter, waar wij daarna voor deze 80 miljoen die goedgekeurd is, 53.000 pakketten te krijgen en aan 4 ondernemers dit te geven. U weet het, en tijdens de RVM is 1 ondernemer vergeten en dat komt dat we nog een derde missie moeten maken om deze ook mee te nemen, meneer de voorzitter. Voorzitter, ik ben ook bekend dat leverancier niet zit te springen om goederen aan de overheid te leveren. Wij hebben daarom leverancier benaderd die bereid waren de voedselpakketten te leveren en voor te financieren. Brunswijk garandeert dat zaken rond de voedselpakketten op een goede manier zijn verlopen. Ook liet hij weten dat de regering een integraal sociaal plan heeft om armoede te bestrijden, welke wordt ingevuld door enkele ministeries. De regering probeert met dit sociaal plan, waarin ook de woonoplossingen zijn opgenomen, de noden van het volk te verlichten. Ik wil nogmaals benadrukken, de voorzitter, uw parlement heeft door de vele vragen zeer goed verwoord dat het gaat om de idealen van de mens en niet om partij en politiek. Het gaat om de mens. Waar uw geacht college zich terecht ernstige zorgen om maakt en ook ik. Voor wat betreft de veiligheid in het land liet de vicepresident weten dat het ministerie van Justitie en Politie er hard tegenaan zal gaan om de criminaliteit de kop in te drukken. Hij gaf de minister van Justitie mee dat de samenleving een goede nachtrust wil hebben en niet in angst wil leven. Hij hoopt daarom van harte dat er genoeg middelen zijn begroot, zodat Justitie ruimte heeft haar werk goed te doen.